Mooi volk, dit binnen we weer. Paradijsvogels, een vervolg hier in Rovene. En waar is we binnen, dat gaan we zo meteen nou even fijn bespreken met twee mensen. Natuurlijk Grietje Lammertsen, maar ook de eigenaar van dit gebouw. En de eigenaar van dit gebouw die gaat zo meteen met mee praten, als ook met Grietje. Die halen we er zo meteen even bij. Zoals ik net al vertelde, beste kikkers, binnen we hier in Rovene. En dit is een heel speciaal gebouw. En we staan natuurlijk nu naast Grietje Lammertsen. Dag Grietje. Dag Wim. Fijn dat je er weer bent. We gaan even weer verder met onze serie Paradijsvogels. En naast mij, of naast Grietje, staat Egbert. Egbert, goedemiddag. Goedemiddag, kijkers. Ja, kijkers, ja, goed zo. Kijkers, hè? Ja, zo is het. Egbert, voordat we hier naar binnen kwamen, vertelde je een mooi verhaaltje. En dat ging, want we bent hier in de... In de oude school in Rovene, wat echt dus vroeger een oude school was. En kunnen jullie dat nog herinneren, Egbert, dat die oude school er was? Of? Ik niet, want ik ben geen oorspronkelijke Roveener. Ik heb me wel laten vertellen door diverse mensen hoe het hier de school was. Het was vroeger echt twee lokalen, met een grote potkachel in de midden, twee van die schusten erop, klompen hakken, holthakken. Ja, nu maar op, echt zoals vroeger was. We hebben een foto van ongeveer 1921. En die foto die staat achter is, ons? Ja, dit is een foto. Ja. Met de schoenen. Ja. Wat ik dus zou zeggen. Ja. Twee schustingen erop en dan die potkachels. Hier ging je naar binnen en dan ga je een klompen hakken. Hier heet holdhakken, toiletten en de meesterswoning ervoor. Dat was vroeger altijd, hè? De meesterswoning zat vaker bij de school, hè? Ja, klopt. Weet je nog ongeveer wanneer dat dan was? Nou, ik heb me laten vertellen dat het tot 1956 schoolwest is. Tot 1956? Ja. Okay. En daarna is het een gebouw geworden van de christelijke belang. En de christelijke belang, want volgens mij kan Grietje daar ook een beetje over vertellen, of niet Grietje? Ja, dat christelijke belang, daar kan ik me nog wel een beetje van herinneren. Als wij vroeger van school wat hadden, dat hier een voorstelling was, een toneel of dat er een film gedraaid wordt. Vaak in zwart-wit, zonder geluid erbij. Dus het was echt een dorpshuis. Een dorpshuis, zeg maar. Een dorpshuis, ja. Ja. En was het alleen met film draaien of gebeurde hier nog wel meer? Ja, maar ook eens een keer een uitvoering van een toneel. Zulke soort dingen in ieder geval. Ja. En volgens mij werden er hier ook wel, misschien ook wel verjaardagen zo of iets. Begrafenissen. Volgens mij begrafenissen, ja. Begrafenissen. Ja, Egbert, kun je daar nog wat van herinneren, van die begrafenissen? Nou, dat was eigenlijk een beetje voor mij. Ik ben hierin gekomen in 2003, maar we hebben zelf ook al een paar begrafenissen gehad. En bruiloften natuurlijk. Ja. En dat doe je ook. Ja. Ja, je doet van alles hier, hè? Alles. Komen we zo nog even over te spreken, Egbert. Maar Grietje, we zijn hier met een speciale reden natuurlijk, hè? Want als ik nou dat schilderij kijk, dat heb je dus niet gemaakt. Nee. Ik weet ook niet wat het betekent. Het is wel een schoele, Egbert, wat hier voor of achter ons ziet. Het is een schoele, of niet? Klopt, het is een schoele. Die staan hier vlakbij, die staan dan schoenen aan. En wat voor een schoele was het? Was het een openbare of een christelijke schoele? Volgens mij heb ik goed begrepen met de voorschoele van de, nu kijk ik Grietje aan, van de Triangel. Ja, het is later, deze school is later naar kredieten gewoon. Maar nu krediet, ja. Dat was het hervormde school. Ja. Ja, ik moet toch even wat vertellen over krediet. Want ik ging als jongen hier naar een krediet toe en dan die had van alles te koop. Dat was heel bijzonder en dat is dan ook dat oude gebouw, zeg maar, Egbert, hè? Ja, de dumpzaak, hè? Ja, precies. We gingen vroeger heen, wij als schooljongens, ik kom uit Runewold, wij als schooljongens gingen er ook heen en kochten we lege kleren. Ja, dat was altijd een dikke happening door. En het is er nog, hè? Het is er nog, hè? Ja, maar niet meer in die vorm als toen. Ik weet nog wel, en dan moest je de trapjes op en dan over, onder, allerlei soorten trapjes. En overal zat ook wat in, hè? Ja, ja, in elk vakje zat wat. Je kunt zo gek niet opnemen. Ja. Het was echt een fantasie om door te kijken. Ja, monsterachtig was dat. We hadden het net over de warme we hier nou binnen, hè? Want ik had net ook al met Egbert erover. Die had het over, die heeft hier nou een soort van
partycentrum of zo, Egbert? Ja, horeca gelegenheid, feesten en partijen. En wat doe je hier allemaal? Wat doen we allemaal? Ja, alles wat met horeca te maken heeft eigenlijk. Bruiloften, recepties, bedrijven, vergaderingen. Ik kan het zo gek niet opnemen. En dat sinds 2003? Ja, sinds 2003. En dit is een uniek plekje natuurlijk op Rovene. Hè, ook al omdat hier die oude schoenen staan heeft. Maar die hebben net verteld, dit gedeelte, en dan moet ik me nog eens een keer uitleggen. Dit gedeelte waar we nu staan, dat is de oude school, hè? Klopt. Dit was een van de klaslokalen. En er waren er twee. Griesje, je hebt hier ook op school gezeten. Maar die kom je eroverheen, hè? Dat hebben we in de vorige aflevering al zien. Je komt ook hier ook op school gezeten? Nee, ik heb hier niet op school gezeten. Nee. Toen ik naar school ging in 1959, toen stond er al een school in, zeg maar in de kern, in de dorpskern. Ja, en die school is dan ook pas afgebroken. En dat was ook een christelijke school? Dat was ook een christelijke school. Dat was de gereformeerde school, ja. Goed, wat we nou gaan doen, dat is, we gaan zo meteen even kijken naar een schilderij. Want daar hadden we het net al over, hè? Ja. Dat je schilderij. Ja. En hoe lang hangt die schilderij hier al? Ik denk wel al een jaar of tien bijna. Maar ik kijk hem naar Egbert, van mij een jaar of tien bijna. Is dat zo, Egbert? Ja, ik denk het wel inmiddels. Ja. Ja, en wel elke keer anderen. Niet al die dezelfde. Nee, want ik zal u vertellen, ik ben bij Griesje thuis geweest. En daar hebben we een heel prachtig mooi interview gedaan. En nou, die heeft een keur aan schilderijen. Hè? En het is een echte paradijsvogel. Hè? Want hij is nogal dat ze eigenlijk nooit geleerd hebben om te schilderen. Dit is uniek, hè? Dit is een unieke mens. En zo ben je meer unieke mens natuurlijk. Eigenlijk is ieder mens uniek. Hier met een horeca, C met de schilderen, ik met de microfoon, onze cameraman Farad, die ons nou opnam. Eigenlijk is ieder mens uniek. Goed, wat we nou gaan doen, dat is we gaan onze schilderijen bekijken. Dus we lopen daar zo meteen eens even naartoe en dan gaan we er eens even naar kijken. Gietje, ik vroeg u net, waarom ben we hier nou? Hè? Ja. Niet alleen om echt bed, natuurlijk. Ja. Want hier is wat aan de hand en hier hangt ook aan iets aan de wand. Hè? En als ik nou naar boom kijk, dan zie ik toch een meisje. Tenminste, dat lijkt zo. En als ik goed kijk, en ik weet het niet helemaal zeker, Giesje, moet ik maar zeggen. Is dat niet het vennig in het schot? Nee. Niet? Nee. Dat is in Haveltal, bij Dwingelo. Is dat, want dat is onze kleindochter. Dat is onze kleindochter. Dat is onze kleindochter, dat is Iris. Ja. En op een gegeven moment dacht hij van, en nou ga ik dit schilderen. Ja, dat is dan weer met het gevoel te maken, waar je altijd hebt over het schilderen. Dus ik had altijd iets van, we hebben drie kleinkinderen. Ja. En ik had een van de kleinjongens, kleinzoons, die had ik al gehad. Was ook in diezelfde plaats zo'n beetje. Mm-hmm. Dus daar had ik al een schilderij van gemaakt. Ik zeg, nou, dan moet ik die andere nog hebben. Hebben we maar drie kleinkinderen, dus was de opgave niet zo verschrikkelijk groot. Ja. Dus, en daar kwam dus dit uit. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind hem wel heel erg bijzonder. Ja. Een mooie blonde. Hè? Ja. Hoe oud is ze? Iris was van mij hier 3 of 4 jaar. 3 of 4 jaar. En dacht u? Van mij was ze 4. Van mij is van jaren 4. Maar ja, moeder was wel. Dacht u bij uzelf van, nou, daar bij dat water, dat lijkt me wel een mooi plekje? Ja, want ik doe het dan meestal naar foto's. Ja. En ik heb vaak stel foto's bij elkaar, maar dan maak ik er zelf een compositie van. Precies. Ja. En, ja. En dat is dus Iris, is ze? Ze heet Iris, ja. Iris. Ja. En dan gaan we naar de volgende. En dat is zo'n oudste kleinzoon. Dat is zo'n oudste kleinzoon. Ja. Ja, en die is, dat is bij mijn broer. Okay. Dat is aan de rollenkaten, dat is tussen de Lichtmis en de Juleuzen. Ja. Aan de Zandweg. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Ik zie daar mais. Ja, mais. En op de voorkaten is dat de tuin van mijn broer, van Jan. De tuin van uw broer. De tuin van Jan, ja. Ja. En die tuin, die is er nog steeds? Die tuin die is er zeker, is er nog steeds, ja zeker. Ja, en die is hier op Rauveen, hè? Nee, dat is tussen de Lichtmis en Juleuzen. Oh ja, tussen de Lichtmis. Lichtmis aan Juleuzen, ja. Die woont dan aan de rollenkaten. Ja. Oké, okay, ja. Goed. Dus en hoe heet dat is Roan. Roan? Ja, Roan. Roan. Roan.
Nou, Mr. Bean is het doen. Roan Atkinson. Die heet ook Roan. Die heet Roan en dit is Roan. Roan. Nee, maar dat ik het goed weet, ja, hè? Ja, dat is goed. En deze man is ondertussen is die 10, maar hier was die volgens mij een jaar of 8. Oké. Okay. Zeg, en hoe is dat schilderij nou ontstaan? Hoe lang heb je er nou over gedaan? Ja, vraag me nooit hoe lang ik over een schilderij doe. Ik kan, als hij echt helemaal in zit, dan kun je het met maan kan, kun je het wel af hebben. Maar zo nu dan laat ik het ook een poosje liggen. Yeah. En dan denk ik van, dan moet ik even nadenken over de compositie, maar, hoe ik het beste in kan vullen. Precies. Maar ik heb hier niet zo vreselijk lang over gedaan, volgens mij. Nee, want op een gegeven moment zit de compositie in je hoofd en dan... Ja, Gietje, als ik nou weer kijk, dan zie ik een boerderij met schapen. En een hooibulte of een hooibarg. Waar is dit schilderij ontstaan? Dit is de veldschuur. Dat is voor mensen hier in de Rovin omgeving is dat heel bekend iets. Dit is de veldschuur tussen Rovin en Schwarzluis. En wat doen ze daar allemaal in die veldschuur? Nou ja, exposities en daar wordt ook van alles wat daar georganiseerd. Alles eigenlijk wat met natuur en zo te maken heeft, hè? Ja. En wat was nou de aanleiding dat je dacht van, nou, dat schilderij wil ik nou eens maken? Ik was op pad. Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja, ik was op pad en ik kwam hier terecht. En ik had een doek bij mij en ik had spul bij me hoor. En ik was gaan zitten. Toen heeft het denk ik wel 2 jaar bij mij ergens gestaan. Mm-hmm. Misschien nog wel langer. Yeah. En op een gegeven moment, al die bossage die je nou nog ziet, dat is allemaal weg, hè? Dat is er niet meer? Nee, het is dan al behoorlijk kaal. En toen dacht ik, en nou maak ik hem af. Maar inderdaad, die schapen en die veldschuur, en weet je ook wanneer de schilderij gemaakt is? Nog? Weet je dat nog? Wanneer ik ermee begon ben? Ja. Dat, als het goed is, zit eronder. Ja, maar zo. Ik had 5 jaar geleden. Ja, toen ik ermee begon, zeg maar. Ja, ja. Maar ik heb Als ik hier nou naar de vierde schilderijen kijk, dan zie ik mooie gele perenbloemen. Ik zie een boerderijen in stappenste kleuren. En op de voorgrond moet ik eigenlijk zeggen, daar staat een meisje, een Marie, en met een poppen. Hoe is dat schilderij nou ontstaan? Nou, dat is eigenlijk ontstaan in mijn hoofd. Ik wil gewoon een schilderij maken met perenbloemen erop. Maar ja, de meeste schilderijen van mij, daar staat toch mensen op. Dus ja, dat is eigenlijk ontstaan in mijn hoofd. Dat ik zoiets maken wil. En toen kwam dit uit. Precies, dus die perenbloemen geel. En dat is dus fantasie, maar niet zomaar fantasie. Want het moet wel eens in hun hoofd zitten. Want je bent niet toch in de buurt geboren. Je bent niet toch op een Rovene geboren. Ja, ik ben op een Rovene geboren. Dit is mijn, hoe weet je nu, erfgoed. Ja. Denk ik. Ja, kijk, het is een wereld die weggiet. Het is een verdwijnende wereld en ik heb al heel lang het gevoel, dit wil ik vastleggen op een bepaalde manier. En dat kan je natuurlijk doen met foto's, maar ik doe het liever zo. Ja. Het is een nobel streven. Hè? En we hebben in de vorige gesprek bij u thuis, hebben we het ook al over gehad, hè? Dat alles verdwijnt. Hè? De mooie dingen, die binden nog wel, maar toch verdwijnt het. En dan is zo'n streven, of je wilt graag, dat is net als met andere schilders, de zaak vastleggen. Hè? Voor het nageslacht, kan ik het zo een beetje zien? Ik denk wel dat je het zo kunt zien, ja. En dat heb je zelf ook een beetje als opdracht gegeven? Ja, je mag het een opdracht noemen, maar dit is gewoon iets wat ik graag wil achterlaten. Ja, precies. Ja, want ook dat is wel heel waardevol en mooi. Streven is ook erg nobel. Hè? Dat je dus de ding later, laat het zomaar zeggen, later kunnen ze ook zeggen, goh, dit heeft mijn oma nog gemaakt. Of dat heeft Gietje Lammers een destijds gemaakt, 100 jaar geleden of zo. En we doen een handtekening eronder. Want zo is het wel. Want we kijken tegenwoordig dus ook naar Rembrandt of naar Van Gogh of noem ze maar op. Het zijn allemaal oude schilderijen. En dan, die ging dus ook een indruk van hoe het vroeger geweest heeft. En dit is ook voorbij, althans, de dingen gaan voorbij. En mooie boerderijen, die binden nog wel, maar er zijn niet zoveel boeren meer, hè?
Nee, nog maar weinig. Want ja, uitbreiden hier op streek kun je gewoon niet. Dus dan moet je echt het, dan moet het veld in, waarschijnlijk. Ja. En de meeste boerderijen wordt toch 2-in-1. Ja, Gietje, hier hangen 2 schilderijen bij elkaar. Hè? Ik zie een olde, ja, een varkenhand, zeg maar. En met een kinderhaan erin. En een noorst. En ook, die, ook een varkenhaand met een stelen van de schuppen. Die rust daarop. Wat hij met deze schilderijen wil zeggen? Nou, op zich is het natuurlijk een heel verhaal. Ja. Hè? En handen spreekt natuurlijk sowieso al een heel verhaal. Ja. En dit bent echt oude werkhanden. Als ik dit zie, dan denk ik aan de handen van mijn vader. Van vroeger de handen van Bessen. Bessen, dat is was mijn opa. Ja, ja. Dat was mijn opa. Ja. En die kinderhand. Kinderhand is nog zo nieuw. Kinderhand is nog zo. Een kinderhand heeft nog niet geleefd. Zie, die handen die lang die hebben geleefd, die spreken. Die vertelt het verhaal van een heel leven. Vooral die met die lessen echt bedoeld. Dat is die hand in rusten. Nou, eigenlijk hoef je niks te zeggen. Eigenlijk hoef je alleen maar te kijken. Zie, dat is een leven van heel hard werken. En dan mag je rusten. Ja. Ja, dat kan. Dat heb ik er een beetje mee bedoeld. En die oude en die nieuwe, nou ja, dat is dus oud en jong. En daar zit een mensenleven tussen. Precies. En die de Noorst hangt, die is eigenlijk een hand die rust. Hè? Is dat ook fantasie, zeg maar? Of hij dat ook van een foto, of hij dat aan zijn anders van afhaalt? Of zat het in hun hoofd? Nee, die foto, die ben ik echt een keer... Ik ben die foto een keer tegengekomen in een boek. Ergens een keer in een oud boek. En toen dacht ik, daar moet ik een foto van maken. Of die moet ik bewaren. Mm-hmm. Die moet ik opslaan. En daar ga ik ooit wat van maken. Want ja, dat is gewoon iets dat vertelt een heel verhaal. Dit vertelt echt een heel verhaal. Dit is het verhaal van het leven van mijn familie. Precies. Van de mannenhand. Maar de vrouwen werken vroeger net zo hard. Ja. Dat klopt, ja. Een vrouwenhand heette dus nog niet. Dat is dan de volgende opdracht eventueel. Dat er een volgende keer. Dan schilder je een mooie vrouwenhand. Hè, die met een wasding in de auto of zo. Dat liep me wel mooi. En dan heb je een hele serie bij elkaar natuurlijk. Ik heb al een schilderij gemaakt van een vrouw achter het wasbord. Aha. Ja, alleen die hangt niet bij mij thuis. Die heb ik aan mijn jongste broer heb ik die gegeven. Okay. Een hele geschiedenis. Voltrekt hier zich eigenlijk, als we al die schilderijen zo bekijken, en natuurlijk hebben we al heel veel schilderijen bekeken, ook bij Grietje Thuis, en hier hangen ze dan in de Olde Schoelen op Rovine. Nou hangt er nog 1 schilderij, Grietje, die hangt er nog, die hangt hier ook nog, hè? Of niet? Oh nee, die daar. Oh ja, we gaan nou nog even naar een andere schilderij toe. Ja, Grietje, daar hangt er hier nog een. En dat lijkt wel een pony of een peertie, maar het is in mijn gezichtsblik is het een pony. Wat is het? Het is een pony. Ja, toch wel, hè? Ja, die loopt bij ons in de dierenweide. Ah, ja. Dat is bij ons in de dierenweide. Dat is bij ons in de dierenweide, dat is Joachim. Joachim? Ja. Joachim. Dit dat is Joachim. Dat is een Bijbelse naam, hè? Ja. Wanneer hij die schildert? 2017. 2017. 2017. Oké. Okay. Joachim, het paardje. Ja. Het is wel. Mooie ogen even. Ja, heeft veel mooie ogen. Ja. Even een beetje een dikke kop. Nee hoor, even lang hoor. Het is even. Oh, even lang hoor. Hij zit in de wintervacht. Goed. Ja, maar ik vind het wel erg leuk. Want je hebt ook ponies met dikke koppen. Ik woon het natuurlijk vlakbij, en ik zie dat Peert hier regelmatig lopen. Ja. En dit is volgens mij van Jan Santing. Ja, 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 ja. Ja, ja dat is wel erg leuk. Ja, ja, ja. Goed. Dus nou hebben we eigenlijk de schilderijen die er hangen, die hebben we allemaal bekeken. En dit is dan de laatste. En nou hoorde ik net een verhaal, dat werd verteld door Egbert. Want Egbert die zit op de achtergrond. Egbert, kom hier weer met me komen, dan kunnen we daar eens even over praten. Dan blijven we hier mooi in staan bij Joachim. Want Egbert die vertelde net een verhaal, hè? En Egbert, die vertelde net een mooi verhaal over als de mensen hier nou in de zaal bent en die ziet een schilderij.
En wat zegt ze dan meestal? Nou, over die schilderijen worden preuten. Als je een vrouwen uit beeld hebt, of Noortieken of Noorschilder hebt, wie is dat? Nou, dan heeft de hele familie stiet door beter schilderijen te kijken en die hebt erover van wie is dat? Nou, ze roept allerlei naam en die lessen word ik een vreugde van wie is dat? Ja, ik zeg, dan mocht Grietje bellen, want ik weet het ook niet. Nee, maar met wonings zei dat ook. En dan weet ik vaak al van de veuren, dat is aan de Olderiesweg, het nummer erbij. En dat zijn wel leuke discussies die de mensen hier voeren over de schilderijen. Zo krijg je dus ook een stukje saamhorigheid, hè? De mensen daarover praten. En ze komt hier bij jou in de zaal en dan zegt, goh, wat mooie schilderijen hangen hier toch? En steeds maak je ook, wissel je ook, Grietje? Ja. En hoe vaker doe je dat dan? Nou, één keer in het jaar ongeveer, denk ik, hè? Eén keer in het jaar? Soms anderhalf jaar. Oké. Okay. Ja, ongeveer, ja. En Egbert vindt dat altijd goed, want die vindt het hartstikke leuk natuurlijk dat hier die schilderijen hangen. Ik laat dat een Grietje over en we vinden het een mooie aanvulling. En vooral als de mensen er een gesprekstaf over hebben. Egbert, die vertelt net, sinds 2003 doe je dit werk, hè? Het is zo'n eigendom, meen ik al, of hoe moet ik dat zien? Klopt, dus particulier. Ik doe dat samen met de kinderen van mij. Twee zoons. Dus je bent echt een familiebedrijf? Ja. En dan doe je ook party service en zo, of niet? Ja, we doen ook heel veel catering, openhuizen, bruiloft in tenten, de jaarwisseling op Staphorst. Dan exploiteren we de tenten. Ja. En zo doen we van alles eigenlijk in cateringgebied. Dus ik ben al rond op het horecagebied, zeg maar, hè? En als ze meegenoeg nou iets willen bereiken, hoe kunnen ze dat het beste bereiken? Via mail of telefoon. En wat is dat mailadres? info@cateringdepatrijs.nl of telefoonnummer 0522 46 34 12. Nou, fantastisch. Egbert, ik wil u hartelijk bedanken dat we in een oude school mochten filmen. Voor Paradijsvogels. We gaan met Grietje dan nog even naar de locatie waar ze geboren is. En Grietje, ga je met me mee? Tuurlijk. Ja?